aan. Kijk. Oh. Dat is nooit goed, hè, twee ballen. Dan weet ik dat ik maandagavond weg ben, hè. Duitsland, jawel. Oh, met mijn vrienden. Zo erg vind je dat niet, toch? Nee. Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video van Onderweg met Johan. Samen met mijn collega's. Nou, hun hebben al weekend, maar ik nog niet. We gaan nog even door. Vinden ze mooi, hè? Ik wil niet op de video, ik wil niet op de video. Maar oh, jij stiekem doet veel mooier. Nou, het is nu vrijdagavond, 7:30. Ik ben er eigenlijk al een beetje klaar mee, maar morgen is er een truckrun hier, een dorpje verderop. En een truckrun, dat is zeg maar een gehandicapte rit. Voor die mensen daar, die daar wonen, die kijken daar de hele dag naar uit. En hun noemen dat truckersdag. En voor ons is het een truckrun. We gaan met heel veel vrachtwagens achter elkaar. Mogen ze allemaal instappen bij een van de vrachtwagens. En dan gaan we ze hopelijk een hele leuke dag bezorgen. Ik heb mijn vrachtwagen net gewassen in de wasstraat, maar ik was iets te enthousiast. Ik was hevig aan het wassen en hevig aan het spuiten aan de onderkant. En er zat een hele grote klodders vet. Maar ja. Dat is niet best, hè. Zo kan ik niet voor de dag komen. Dus wat gaan we doen? Ik ga eerst de grote klodders weghalen met een doek. De rest spuit ik een beetje in met ontvetter. En we hebben een hoge... En wij hebben hier een hele goede hoge drukspuit, die is goed heet. En dan kan ik het mooi allemaal even goed schoon spuiten. En dan gaan we hem even klaarmaken, hè, voor morgen. Hij staat nou wel in race-stand. Hij staat er wel stoer bij, zo, hè? Ja. Wat ik ook wil doen, kijk. De nieuwe auto's bij ons zitten overal al blanke lak op. Maar dit is een wat oude auto, hier zit een blanke lak op. En dan kan je zien. Ik heb hem een keer laten poetsen en zeg maar, de deuren die blijven aardig glimmen. Maar de hoeken, die worden helemaal roze. Kan je het goed kan zien met de camera? Het verschil. Dit is helemaal roze. Dus dit gaan we ook een beetje poetsen om hem weer netjes te maken. En dan staat hij er morgen weer netjes bij. En dan gaan we die gehandicapte een leuke dag bezorgen. Is niet best, dat vet zit werkelijk echt overal hier op het chassis. Maar goed, we gaan de hoge drukspuit pakken en dan spuiten we alles zo heel mooi weg. Altijd goed om dat geluid te horen, Het is mooi, het is gezellig op vrijdagavond. Beetje prutsen, die is aan het poetsen, die is aan het schoonmaken, die is aan het poetsen. Alles klaarmaken voor morgen. Kijk, dat ziet er al stukken beter uit. Ah, we hebben een goede hoge drukspuit. Die is heet. Daar spuit je echt alles goed mee weg. Maar je moet zo uitkijken met dat verse vet. De smeervet. Dat is van dat hele blauwe, weet je wel. Je denkt zo, je denkt dat je het wegspuit. Maar voor je het weet, het zit echt overal. Nou goed. Hij is nou weer lekker schoon. Dus dat ziet er al stukken beter uit. Hé! Hey. Ik dacht dat ik alles weg had. Ha. Zo, we gaan eerst even een hapje eten. Ja, hij is smakelijk, man! Hey, Johan, hebben we besteld? Ah, lekker, dankjewel, Mike. Er wordt een hoop knippen in deze film, denk ik. Hey jongens, ik ga verder, ja?
zo gezellig gehad op vrijdagavond. Hè. Hier is er eentje aan het rommelen. Hier zijn ze aan het poetsen. Morgen. Morgen. Hier zijn ze. Oh, weet ik ook niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Wat is gebeurd? Dat is een klein ongelukje, ja. Laat bovenkampie met mezelf de details... opknappen. Oh, laat bovenkampie lost wel even op. Wat is de bedoeling van daarin? Ja, dat kan poetsen, hè? Voor poetsen. Oh, dan is hij droog. Ja. Oh, hij gaat hem droog maken voor poetsen. Echt ideaal is dit niet, hè? Het wordt al donker. Het regent zelfs een beetje. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ik ben gewoon aan het prutsen. Ja, ik ben heel prutsen. Maar dat maakt het niet uit, hè? Dat mag de pret niet drukken. Nee, we prutsen gewoon lekker verder. Ja. Maar ik stop er zo mee. Want ik hoor net dat we morgen om 15:15 verzamelen. Om 8 uur daar. Dat is maar 10 minuten rijden, denk ik nog niet eens. En dan volgens mij is het pas om 10:15, 10:30 instappen van de bewoners. Dan pas gaan we rijden. Dus ik heb er ruim twee uur de tijd om niks te doen. Maar goed, dan ga ik dus gewoon verder met de boel in de glim zetten. Want het regent, heeft nou toch niet echt veel zin. Morgen vroeg is het droog, wordt mooi weer. Dus dat gaan we mooi morgen doen. Kijk, jongens, hebben voor de show oranje kap eraf. Rode erop. Superleuk. Goedemorgen. Morgen, jongen. Kijk eens, hier worden de voorbereidingen al hard getroffen. Klaarmaken voor Heimenstein. Klaarmaken voor Heimenstein. Zideris heet het tegenwoordig, hè? Zideris, jongen. Ik ga toch even in de auto kijken. Want ja, dit blijven toch de mooiste, hè? De 143. Zo. Ik moet wel even de muziek uitzetten, anders krijg je copyright claims, hè? Van YouTube. Ja, hè? Zo professioneel ben ik tegenwoordig al. Nou, oké. Okay. Ik heb hem al een keer in een andere video laten zien, hè. Volgens mij was dat Truck Show Veenendaal. Zijn we ook in deze auto geweest. Deze auto is dus ook helemaal bekleed. Kijk, versterkt spookje zelfs. In de kleur gespoten. Notenhout. Schitterend. Hai, hai, aloha. Nou Bart, ik denk dat ik jou mijn auto meegeef en dan geef ik wel meteen vandaag. Kunnen we het beste keer rijden. Lijkt me een goed plan. Rij je zelf nog mee, joh? Ja. Nou, het is nog goed mistig buiten. Het belooft een mooie dag te worden. Het is nu nog rustig, maar er komt straks wel verandering. Nou, het is nu al een gezellige boel. We gaan instappen. Oh, leuk. Instappen. We hebben hier bij Henke met een zootje verzameld. Dan gaan we nou in konvooi naar Zideris toe. Oh. Laatste doekje straf. Goedemorgen Leen! Ja, dat moet ik straks even hebben. Komt de wereld de video? Ja, hallo Shannon. Dankjewel. Hé, hey, kun je ook stokjes maken? Jawel, je komt er ook op, hoor. Goedemorgen vriend. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we naartoe? Hoe is het met hier de vloggen? Ja, gaat goed. Alles goed? Gaat goed. Jij ook? Ja, zeker. Mooi. Waar mogen we naartoe? Als jullie hem even hier neerzetten en dan zo parkeren met de achterkant hier tegen die paaltjes aan. Tegen die stukjes aan. Niet zoals hun? Nee.
Schuin? Ja. Schuin? Ja. Oké. Okay. Ja, maar nou kan dat nog. Ja. Straks gaat hij daar recht ernaast zitten. Nou, is goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het ermee? Ja, goed. Goed zo. Zijn we er klaar voor? Ja, ik wel. Jij ook? Ja, zeker. Hier zijn we auto's allemaal aan het opstellen. Zodat straks de bewoners hierheen komen. Even Vlastuin! En dan komen we straks, de bewoners komen allemaal hierheen. Dan kunnen ze onze beurt instappen. Ah, dat is ook een mooi rijtje. Ik ken hem wel van de vorige video, hè, van Assen. Mooiste van Nederland geworden. Nou, goedemiddag. Lekker op tijd. Vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste zullen de eerste zijn. Hij staat wel vooraan, hè. Pole position. Hey, Sven, Sven. Mag ik mee al mee rijden? Ja, kom maar. Yes. Hoe is het? Best. Mooi man. Oh, kijk eens, we hebben gewoon een collega hierop. Ja. Ook aan het vloggen, gezellig. Maar jij wilde weten hoe je mij kan vinden? Ja. Nou, YouTube. Johan. Bezocht. Kijk eens, en? Abonneren. Yes. Weer een abonnee erbij. Oh, leuk. Ja. Gaan we ook kijken? Zeker. Zeker, maar niet vandaag. Oh, is er iemand ook op de trailer? Oh, is er. Ik weet niet wat er gebeurt, maar... Iemand ook op de trailer? Oh, jij bent sterk. Maar nee. Ja, hi, hè. Ja, joh. Die trailermaker is helemaal gereed. Ze hebben pellets aan de onderkant gelegd. Kunnen de wielen van de rolstoelen kunnen erin blijven staan. Goed vastzetten, anders rijden ze eruit. Dat moeten we niet hebben, hè. Je rijdt zeker met een koeler, of niet? Met Chris, man. Gaat ze abonneren, niet? Yes! Yes! Weer één! Even meekijken met een professional, hè? Nou, niet. Meekijken met een professional, hoe het moet. Kan ik nog van leren. Hier staan er al een mooi koppeltje te wachten, maar ik begreep dat er nog op twee andere plekken ergens, hier verderop, staan ook heel veel auto's te wachten. Het konvooi moet natuurlijk ook goed begeleid worden. En de mannen maken zich klaar. Hoi! Mooi, hè? Ja. Ja, dat is mooi.
Ja, wij mogen er ook. Mooie winteren! Jij kent ook iedereen, hè? Ik wel! Hij kent iedereen! Ik ken iedereen hier, Beno! Dit is voor de bewoners leuk, maar is voor ons ook leuk, hè? Voor ons ook een hartstikke leuk, joh! Origineel toeteren tussen de fles! Thank you.
daar zijn we er weer bijna. Ja. Dat was hartstikke mooi. Ja, dat was gezellig, hè? Dat was leuk. Ja. Wij hebben echt schrik gehad, ja. Ja, echt wel. We hebben wel gelachen, ja. Ja, dat was leuk. Echt leuk, ja. Beetje getoeterd, hè? Af en toe een keer getoeterd. Af en toe een keer getoeterd, ja. Dan. Dat is wel leuk. Je vond het echt leuk? Ja, ik superleuk. Ja, dat was superleuk. Ik ook. We hebben echt een leuke dag gehad. Echt een leuke dag gehad, ja. Mooi. Ik ben blij dat ik naar je zin heb gehad, Henk. Oké. Okay. Hey, ik heb nog wat voor je. Kijk, dit is een mooie mok van Henke. Oh, mooi. Met een luchthangertje. Dankjewel, vriend. Alsjeblieft, man. Super. Blij mee. Henk is er blij mee. En ik ook. We hebben samen een leuke dag gehad. Zo, ik heb Henk uitgelaaien. Henk, ik heb het echt naast zijn zin gehad. Jeetje, mina. Wat een getoeter. Nee, het was echt heel gezellig. Nu is de alle vrachtwagens worden hier weer neergezet. En dan worden de bewoners worden uitgeladen. Hebben we vanmiddag nog een feest. Iets van alles te doen. Wij hebben ook consumptiebonnen gekregen, dus wij gaan ook even daar naar binnen. Wij kunnen ook wat te eten te drinken krijgen. Dus, en we gaan even plassen, want ik moet al een uur zo nodig plassen. Dat gaan we gauw even doen. Lekker Anita, dankjewel. Alsjeblieft, Johan. Dan wij gewoon even een lekker patatje krijgen, hè, Jan? Ja, lekker. Hey. Goed geregeld, ja. Hè? Oké, zie er eens, daar komt iemand zo. Ik weet nu dat er een engel bewaring bestaat. Je kunt haar iets zien als je zachtjes tegen je praat. Je bent. En ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ah, jullie kennen me gewoon, joh. Ze hebben de dag weer gehad. Hey! Nou, hier gaat het feestje nog wel eventjes door. Voor ons is tijd om te gaan. Ik ga de auto opzoeken, wij gaan de auto thuis brengen. Zo, trailertje heb ik aangekoppeld. Even kijken of de schotel nog goed dicht zit. De slangen heb ik er allemaal aan. Ik zie die kant op. Die zit vergrendeld. Zo, dit was het dan voor nu. Ik heb echt een hele leuke dag gehad. Natuurlijk draait het om de bewoners. Maar ja, we moeten wel met z'n allen doen, hè. Ik heb echt wel een leuke dag gehad. Samen met Henk. We hebben wel gelachen, we hebben veel getoeterd. We hebben lekker zitten ouwehoeren. Dus ik hoop met deze video jullie een beetje een indruk te hebben gegeven van hoe zo'n truckrun, gehandicapte rit, hè, zoals wij het zeggen, eruit ziet. Superleuk. Kijk, en het draait natuurlijk wel om de cliënten, hè, om hun een leuke dag te bezorgen. Maar reken erop dat wij ook een leuke dag hebben, zo met z'n allen. Er is heel veel verbinding en dat is belangrijk, hè, verbinding met z'n allen. Het is gewoon superleuk zo met z'n allen. Dus voor mij een geslaagde dag. En weer dankbaar dat ik dit... ik zie dat er allemaal dingen... Zo. Dat is beter, hè? Nou is het weer schoon. Nou zou ik dit overnieuw kunnen doen, maar dat doe ik niet. Ik vind het prima zo. Goed is goed, hè? Zo is het ook. En het is wat het is. Maar was ik nou gebleven met mijn verhaal? Dat ik wederom dankbaar ben voor de dingen die wij hebben mogen doen met z'n allen. Voor nu, hartstikke bedankt voor het kijken. En... tot de volgende video. Houdoe!